De verhuurders van het Teamstra-pand betalen aan bewoners een schadevergoeding van 1000 euro als zij binnen de termijn van het huurcontract op straat komen te staan. Dat heeft de advocaat van de verhuurders van het pand aan de Wolfskelseweg per brief aan de bewoners laten weten. In ruil voor een akkoord eisen de verhuurders hervatting van de huurbetaling. Zo'n 2 weken geleden besloot de helft van de bewoners de huur op te schorten omdat de woonvergunning die de verhuurders hebben aangevraagd is afgewezen. De gemeente adviseerde de bewoners op zoek te gaan naar een nieuwe woonruimte. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.